bukken, maar... What the heck is er going on with me? Oké. Okay. Sprinten, sprinten, sprinten! Het moet... Remco, ik heb nog maar 5 leven. Kijkers van de Cool Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video. En vandaag natuurlijk weer een leuke minigame. En vandaag ben ik weer met Remco Snel en L. En vandaag hebben we een leuk nieuwtje te vertellen. Maar daar hebben we het straks al over. We gaan met z'n tweetjes lekker dead runnen of speed runnen. Weet ik veel hoe het heet. Volgens mij gewoon dead run. En succesvol te join the queue. Ah, kijk, we zijn gestart. Hey, dit werkt wel makkelijk zo. En zoals jullie kunnen zien, vandaag spelen we op Hive MC. En ja, jullie zullen wel denken, wat moet je daar dan weer op, Colt? Nou, weet je, wij vinden het gewoon heel leuk om allerlei servers af te gaan. Gewoon allerlei leuke games te spelen. Heb jij nog een leuke server waar minimaal, wat zullen we zeggen, 200 man op spelen? Ja. Ja, als jullie nog een leuke server kennen waar minimaal 200 man op spelen, waar een leuke minigame op te vinden is, laat het even weten. En wie weet ga ik die binnenkort wel spelen. Misschien wel samen met Remco of misschien tegenwoordig met Yuri. Yuri is ook vandaag eigenlijk bij ons team gekomen. En wij gaan ook het kanaal Gold Eagle Creators gaan we weer opstarten. Dat hebben we afgesproken. En dat betekent dat er elke dag een video online gaat komen van één iemand. Eén dag voor Remco, één dag voor mij en één dag van Joey. Yuri. Yuri? Sorry, Yuri. Ik zeg Joey. Maar Joey, als er iemand kijkt die Joey heet en leuke video's kan maken, meld je aan bij mij. Nee, grapje. Maar ja, inderdaad, Yuri. Hoe komt dat Joey? Joey? Joey. Ik heb er geen idee. Ik zou het ook niet weten. Maar ja, ik bedoelde inderdaad natuurlijk Yuri. Yuri herkennen jullie misschien wel van Mindtopia. Die staat heel vaak in mijn winkel. Een hele goede medewerker. Yuri zou ook iemand zijn die waarschijnlijk binnenkort op de PlayStation wat vaker mee gaat doen met de livestreams. Remco kan dat niet, want die heeft geen PlayStation 4 toch, of wel? Nee. Hij doet het nog lekker ouderwets op zijn PC. Nee, grapje. Nee, PC-gaming is op zich ook wel leuk. Maar ik heb net iets meer eigenlijk altijd met... Ja, ik heb wel een PlayStation gehad, maar weet je, ik denk niet dat ik nu zeg maar in mijn examenjaar een PlayStation mag kopen. Waarom niet? Zijn je ouders zo bang dat je alleen maar achter de PlayStation gaat zitten? Ja. Ja, oké. Okay. Oké, wat moet ik eigenlijk doen? Ja, ik ga speedrunnen volgens mij. Gewoon rennen en opletten. Kijk, ken je dat spelletje van, hoe heet dat spel ook weer eens? Zo'n Steam spel is dat. Help eens mee, daar heb je dat ook op. Ik heb geen idee. Hoe heet dat nu? Je weet dat ik een PvP'er ben. Ja, jongens, hoe heet dat spel? Dat kun je op Steam downloaden. Volgens mij helemaal niet zo duur kost dat. Garry's Mod. Oh. Dat bedoelde ik. Aha. Oh, daar lijkt het op. En dan, daar hebben ze dit ook bij. En ik dacht dat je Ben en Ed ging zeggen. Weet je waar dat tegenwoordig trouwens ook op hebt? Deze minigame, die heb je ook heel vaak op... hoe heet dat Lego spel? Roblox. Daar heb je ook zo'n game mode op. En je moet gewoon opletten. Die popjes daar langs de kant die kunnen traps activeren. En dan kun je door doodgaan. Je hebt elke keer krijg je weer extra levens erbij. Kijk, dit bedoelen we. Holy dus. Shit. Dus je mag niet zomaar 3, 2, 1 gaan sprinten. Ja, je mag het wel. Maar waarschijnlijk overleef je dat niet. Dus je moet even goed opletten waar ze dan staan. Want zijn er mensen aan de linkerkant? Ja, die zetten deze dingen aan. Aha. Dus als je mensen daar ziet lopen in de buurt van zo'n paaltje, dan moet je gaan opletten. Het is hier trouwens wel echt heel druk. Ik ga even zo doen dat ik de spelers wat minder goed kan zien. Want ik zag alleen maar spelers en daardoor kon ik niet normaal spelen. Ik weet ook niet hoeveel ik nu sta. Moeten we hier rechts erop? Oké. Dat kan. Ik vind het echt maar apart. Oh, nee. Oh, valk ernaast. Nou, hier moet ik wachten. Hoeveel spelers hebben hier nog staan? Oh ja, volgens mij gaat het een redelijk goede kant op. Zit je een beetje vooraan de groep of niet? Ik heb alle spelers uitstaan, dus ik heb het ook even uitgezet. Nee! Oh shit, oh, dat ging net goed. Oh, mama was jij bij die jumps? Met over het water heen? Ja, die vielen echt net. Oh, daar ben ik ook. Oké, hier hadden we vuur, er is niks meer aan de hand. En we hebben weer een checkpoint en ik heb alweer 6 punten. Het zou echt de eerste keer zijn dat ik dit spel ga winnen. Maar dan moet ik het nu echt gaan winnen. Ah, colleren! Spring ik mis. Ah, oh, nee! Sprong je ook mis? Nee, ik werd gehit. Oh, je werd gehit, dat kan natuurlijk ook. Warning. Oh, ik nee, ik spring ben ik voor. Weer mis. Ik kan nooit over waterstraaltjes heen springen ofzo. Ik weet niet wat dat is. Oh, ik lig voor jou. Ja, mooi, waarschijnlijk mooi, wel. Ik ben nu bij die klote water... Oké. Okay. Ik ben er overheen gekomen. Nee. Hij deed het, hij fixed it.
Ik heb er trouwens wel heel veel tijd verloren. Maar ja, het voordeel is wel dat alle traps nu zijn afgegaan voor mijn neus. Dus ik kan gewoon doorsprinten. Want als het goed is, zijn hier bijna geen traps meer nu. Holy shit, er was dus nog wel een trap hier. Maar die heb ik ook weer overleefd. En nee, ga ik weer dood door het water. Ik flikker altijd het water dingen en zo. En verder is er echt nooit iets aan de hand. Behalve dat ik altijd het water raak. Hoeveel man zijn er nog over? Ik zou het eigenlijk niet weten, joh. Come on. Geen idee. Ik weet ook niet hoeveel steek staan. Oké. Nu is er iemand gefinished. Dus eerste plaats kunnen we ze... Collega, hé. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik spreek de hele tijd mis of zo. En waarschijnlijk is dat daar gewoon letterlijk en figuurlijk de finish. We gaan eens even kijken. Er zitten hier twee man voor mijn neus te redden. Nou, ik zou het niet weten, joh. Ja, nu moet je ook meteen gaan leren parcouren. Nu is het niet voor jou alleen nog maar... eindelijk. Ik ben er een keer overheen gekomen. Oké, let's go. Op naar de finish, denk ik zo. Als ik niet nog een keer flikker. Op voor je andere dubbeltjes. Oké, moeten we hier naartoe? Of waar moeten we nu naartoe dan? Oh, hier zo. Oké, nice. De volgende checkpoint en... Oh, highways. Oh, ik dacht ik heb de finish al. Maar wel 12 puntjes. Ben je dat trouwens al of nog niet? Ik heb nog geen idee. Ik weet echt totaal niet waar ik ben. Hoe ziet het eruit waar je bent? Op bootjes. Op bootjes? Ja. Oké, daar ben ik ook nog niet geweest. Dan sta je sowieso nog een stuk voor ons. Oh. Het is voorbij. Ben je derde geworden? Eerste, tweede, derde? Nee, helaas. Nou, weet je wat? We joinen zo meteen nog een potje en dan ben ik heel benieuwd. Het is altijd even wennen, hè, dit? Ja, ik zat echt van... Uit. Ja, joh, en je moet de hele tijd opletten op die traps en... Het is leuk. Nou, oké, eens even kijken. Select a game, party queue en we gaan gewoon weer Dead Run doen. Binnenkort gaan we hier trouwens ook nog een andere minigame op doen. Dat is waarschijnlijk Skywars in Teams. Lijkt me ook wel leuk. Hier werkt namelijk Skywars op een hele andere manier. En ja, dat vind ik zelf wel een leuke manier. Die video die gaan jullie trouwens gewoon volgende komende week ergens wel zien. Want die gaan we sowieso opnemen. Want ja, Skywars op een nieuwe manier. Dan heb jij waarschijnlijk ook zoiets, Remco, van wat? Maar hier werkt Skywars met oars. En elke oar kan iets slechts zijn, maar ook het goede spul. Dus bijvoorbeeld als je redstone hebt, kan het een hartje geven. Maar het kan je ook damage geven, dus een hartje minder. Dat soort dingen. Dus het is echt op een hele leuke manier Skywars. En dat gaan we hier daar ook nog een keer op doen. En verder zijn we nog wel toe aan andere servers. We gaan binnenkort ook op CubeCraft opnemen. Dan hebben we nog Mineplex gaan we ook nog op opnemen. En natuurlijk Hypixel, een van onze vaste servers. Waar we ook een guild hebben, daar kun je trouwens joinen door. Hoe werkt dat? Slash guild join spatie gold eagle? Volgens mij kan je gewoon slash g join en dan de guild name. Ja, en dat is gold eagle, dus wil je joinen in Hypixel, dat kan altijd. Ik zou trouwens wel even een linkje neerzetten. Wel eigenlijk graag, we zitten op HiveMC, waar we praten over Hypixel. Maar dat maakt helemaal niks uit, maar dat komt gewoon. Ja. We willen zo graag ook ooit een keer de clan tag van ons hebben. Gewoon gek. En ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, jongens. Wie van jullie draagt al in een spel waar je een clan tag kunt dragen, GEC? Er zijn sommige mensen die ik ken op Battlefield die dat al dragen. Op Call of Duty ook al af en toe mensen. En ja, op Minecraft, als het zou kunnen, zou ik dat ook gewoon doen. En daar ben ik wel benieuwd naar. Dus zit je op een server of zo waar je een clan tag kunt dragen? Welke clan tag draag jij dan? Draag je dan GEC of draag je toch een andere clan tag? Ja, laat het me gewoon eens even weten. Lijkt me heel erg awesome. Als ik ook wel eens, ik heb er wel eens bij Call of Duty, dan kom ik een keer iemand tegen voor GEC. En dan heb ik zoiets van, hey, wie ben jij? Ja, ik ken jou! Ja, dat is altijd wel leuk om mee te maken. En ik heb ook al gisteren eigenlijk beelden gezien. Ik ga het eigenlijk even trouwens helemaal off Minecraft, maar dan komt ze toch in de wachtlobby. Van de nieuwe Call of Duty. En die ziet er echt vet uit. Oh, dezelfde map, Remco. Oh. Je hebt een brand. We staan wel weer vooraan. Ja, hier staat er ook iemand te fikken. Ja. Ik weet niet of dat normaal is dat hij in de fik staat, maar... Nou ja, dat komt omdat ik ernaast sta, hè. Ja, you're hot. Die is. Oh, hey. He is on fire. Ja, niet meer. Je hebt hem geblust. Okay. Deze heeft een gouden hartje. Oh, dat is leuk. Ik wil ook gouden hartjes. Nee. Oké, ik ben er klaar voor. Ik ook. Of niet, eigenlijk. Ik hoop gewoon dat ik win. Je bent er volgens mij nooit klaar voor zo'n minigame. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Dat kan natuurlijk wel altijd. Want ja, je weet never nooit wat er gaat gebeuren. En run bijna. Nee. Early release. Oh. Ik heb ready to run. Ja, een echte early release. Ja, ik sta vooraan. 3, ja, ik ook. 2. 1. Go.
Opletten. En hoppakee, rennen. Zo dom hebben we niet meer. Er is iemand doorheen. Hè? Was er één iemand doorheen? Ja. Dan heeft hij echt zoveel geluk, hè? Klopt. Ik weet trouwens niet wat voor traps hier zijn. Ik weet wel dat die traps zijn, dus je moet altijd opletten. Hier komt de watergolf, of dit gaat weg. Ja, ik blijf lekker wachten. En dan moet je echt zo opletten. Wij redden trouwens als... ik ga ergens op een tweede, derde plek ongeveer. En wat het ideale voor degene is die vooraan rent, dat is, daar letten ze waarschijnlijk nu niet heel veel op. Of juist extra veel, dat kan natuurlijk ook nog. Hier moeten we gewoon wachten, dat kost ons gewoon echt keiveel tijd nu. Verdorie. Nou, let's go! Don't drown. Nee, dat was ook niet de bedoeling. Wow, de server is echt aan het laggen, joh. Iedereen zijn internetverbinding is hier gewoon. Oh ja, ik zie het, ja. Oké, ik ben een keihard aan het doorrennen en het gaat volgens mij best wel lekker. Ik weet niet hoeveel ik nu sta, of ik eerste sta, of... Nou, ik ben één keer doodgegaan, dus... Ik sprong bijna door die pijlen heen, dan was ik gewoon eerste geweest. Maar ik... Ah, kut, ik raak hier weer dat klote water aan. Waarom raak je altijd het water aan? Dit is echt zo irritant. Nou, dit keer gaat hij wel goed, hè? Kwam natuurlijk omdat jij erbij was, Remco. Ja. Daarom ging het vast en zeker goed. Nou, nu moet ik echt doorrennen. Ik stond gewoon de hele tijd eerste, Remco. Wat vind je daarvan? Wow, shit. Ik schrik me daar plezier. Ik wou eigenlijk net oversteken. Wat toen dacht ik... Nou, oké. Open op 10T. Daar ga ik even... Nee, daar gebeurt helemaal niks mee. Hier zullen ze eventueel een knopje kunnen aanzetten. Maar ik denk niet dat ze op ons gefocust zijn. Oh, ze zitten nog achter ons. Dan kon in één keer 10T afgaan. Nee, kut. Weer de klote water. Remco, leer me eens springen over water heen of zo. Mij is het gelukt. Ja, mij lukt dat even nooit of zo. Ik stond net de hele tijd eerst en alleen door dat foutje niet. Maar ja. Er zijn nog best wel veel mensen. Oh, yo! Wow, yo? Wat is? Opeens een TNT ring. Nee! Remco, zeg nu eens gold, je kunt het. Misschien helpt dat. Gold, je kunt het. Nee! Oh, nee, dat was gemeen. Ik drukte op mijn strafe right en toen ging die niet af. Wauw. Remco, toen je zei gold, je kunt het. Toen kon ik al zelfs de eerste jump al niet meer halen. Oh, wauw. Ik ook niet meer. Mij lukt het niet meer. Nou, wel. De muis had wel goed ingesteld op rennen en bukken, maar... What the heck is the going on with me? Oké. Sprinten, sprinten, sprinten. Het moet... Remco, ik heb nog maar 5 levens. Ik, 11. Ja, joh. Echt waar. Hoe kon het ooit fout gaan? Ik ging zo lekker ook. Ik ging lekker. Met de nadruk op ging. Ja. Nou, ik ging ook lekker. Holy. Op een of andere manier. Ja, en nu haal ik het wel, natuurlijk. Oké, GG, wel door, wel played. Ik heb het helemaal verkloot voor mezelf. Verdorie. En we hebben nog 7 seconden de tijd. En ben je al, ben je al gefinished of niet? Nee, jij dan? Nee, joh. Ik heb finish op deze map. Gaat niet goed komen met het water. Ach ja. Maakt helemaal niks uit. Hopelijk vonden jullie het wel een hele leuke video weer. Ik vond het weer heel leuk om het te hebben gedaan. Check ook vooral even Gold Eagle Creations, want daar komt vanaf maandag de allereerste uploads van mij aan. Woensdags waarschijnlijk van Remco en ik denk dan de zaterdags van Yuri. Ik had er alweer heel veel zin in. Heb jij er een beetje zin in, Remco? Ja, jawel. Ja, jawel, ja, ja. Beetje ja. Druk, maar komt wel goed. Ja, zeker weten. En dan zou ik zeggen, nu nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot gauw bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.